Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik wou jullie bedanken voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Ja, degenen die nog niet lid zijn, overweeg toch om lid te worden. Het kost gewoon niks. Druk de belknop aan en dan krijg ik meer leden. Dat zou heel fijn zijn. En dan ben je ook op de hoogte van al mijn video's. Dan krijg je een mail in je box en dat hoeft niet altijd als je één keer klikt. Dan ben je gewoon lid en dan krijg je geen mail als je liever dat niet wil met oog op iemand thuis. Dus gewoon één keer klikken kan ook, zonder dat je mail krijgt. Goed, laten we kijken. Eerste groep wat je kan kiezen. Boodschappen van het universum van je engelen. Dit is groen met lichtgroen, een veer met een wit stukje. Tweede is een grijs, een beetje zwarte kaart met... twee vlekjes. Deze kaarten neem ik ook mee in de reading. En deze is een klein geel veertje en een bruine en beige veer. Goed, ik zie je zo meteen bij de eerste, bij die groenige veer. Tot zometeen. Doei! Goed, de eerste groep. Welkom. Groep van dit veertje. Ga ik zo meteen omdraaien. Maar eerst ga ik deze doen. En dat is manifestatie nummer 8. Het is tijd om je verlangens te manifesteren. Weet dat je nu de kracht hebt om je verlangens te manifesteren. Blijf positief denken en laat de uitkomst los. Geef dat over aan de divine, de goddelijke wereld. Laat de resultaten los dus. En laat alle twijfels en angsten los. Ga mee met het natuurlijke ritme van het leven. Deze zullen je leiden naar manifestatie. En sluit vrede met het leven wat je nu leidt. En waardeer wat je nu al hebt. Dan zal je het leven creëren waarover je altijd over gedroomd hebt. Dus ja, wees op het ogenblik even... ja, blij met wat je hebt en sluit vrede met het leven die je nu leidt. En waardeer het nu dus wat je nu al hebt eigenlijk. Dat is de belangrijkste boodschap. Later kan je dus die andere dingen manifesteren waar je over droomt en wat je wilt in je leven. Goed, 3 van gedachten. Liefdevolle engelen, omgeef je om je te helen en te bemoedigen. De droefheid die je nu voelt... zal in de loop van tijd vervagen. En dan zul je duidelijk zien hoe belangrijk deze situatie is geweest voor je spirituele groei. Neem alle tijd die je nodig hebt om jezelf en anderen te vergeven, zodat je de toekomst weer met blijdschap kunt verwelkomen. Ja, waarschijnlijk ben je nou een beetje droef. Wat er allemaal gebeurd is. Maar weet dat je nou dingen kan manifesteren. Wees even tevreden met de dingen die je hebt, hè? Zodat je weer die vrede kan voelen. En dan kan je altijd nog dingen creëren waar je over gedroomd hebt. Dan kan je weer manifesteren voor jezelf. Volgende kaart, helen van emotie. Ja, het is nu tijd om je hart te volgen en volledig omvang van je emoties te voelen. Misschien voel je... je zo geneigd anderen te verzorgen, dat je vergeet om voor jezelf te zorgen. Flitsen van intuïtie schenken je ongelofelijke inzichten. Jij of iemand anders is een zachtaardig, tederhartig, liefdevolle en betrouwbare vriend. Ja, dus waarschijnlijk zit je vol emoties, moeten die geheeld worden. Maar weet dat je je dingen kan manifesteren. Ja, misschien heb je ook last van de poordagen, engelenpoort. Ja, er zijn heel veel poordagen, komen er ook altijd aan. Hè. Elke maand geloof ik weer, komen er weer nieuwe poordagen. Is er geloof ik pas weer één geweest of komt eraan. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar dan voel je misschien nog meer emoties. Maar zo werkt het wel. Dan moet je weer door bepaalde poorten heen. Dus laat het komen en heb vrede met de situatie waar je nu al in zit. En ga niet
te verdrietig zijn. Je gaat echt dingen wel manifesteren. Maar ja, het is soms niet de juiste tijd, hè. Dus ja, ondertussen de dingen verbranden waar je dwars mee zit, hè. Dus papiertjes, ik heb het ook gedaan, heb je gezien in mijn filmpje. Ja, gewoon alles opschrijven. Al diegenen die jou pijn gedaan hebben, schrijf het allemaal op en steek het in de fik. Je zal zien dat het oplucht, ook al met het schrijven. Ja, ik begon zelfs te boeren. Nou, normaal boer ik niet zo. Maar ja, dan raak je het ook kwijt. En dan kan je er naar kijken en denk je zo, dat is weg. Dat is weg. Dus blijf positief denken en laat de uitkomst dus los. En geef het over aan de goddelijke wereld. En ja, steek het in de fik, hè, al je problemen. Dat is heel makkelijk. Goed. Ja, je moet je angsten overwinnen. Je moet hoog durven vliegen, hè. Want je wordt beschermd. Weet dat je beschermd wordt. Je hoeft alles niet alleen te doen. En dan komen nieuwe ideeën. Dus er komen nieuwe dingen dat je denkt, oh, dat kan ik eens wel eens doen. Dat is leuk. En hier heb ik nooit aan gedacht. En nou komt het opeens, ja, boven water. Ben je geheeld en dan denk je van, oké, nou kan ik misschien, nu ik wel een beetje beter in mijn vel zit, kan ik nou misschien nieuwe ideeën laten komen, hè? Uitwerken voor jezelf. Nou, jullie hadden dus de kaart van de hummingbird, de kolibri. Ja, je moet loslaten wat je meedraagt om weer lichter te worden. Komt nieuwe vreugde, komt echt al binnen. Die is onderweg. Is dat new joy is on the way. Dus nieuwe vreugde komt eraan. Wordt gemanifesteerd. En ja, laat die droefheid los. Hier staat ook sterling. Spreeuw is dat, geloof ik. Ja, het is nou is de tijd om uit te gaan. In de wereld, dus ga niet binnen zitten. En connect op authentieke manieren. Ja, misschien met nieuwe mensen. Connecten met de natuur. Maar ja, er is natuurlijk niet zoveel nu om mee te connecten. Maar ja, ga toch naar buiten. Ga ze iets doen wat je nooit gedaan hebt misschien. Hele lange wandeling maken of zo. Goed, of een fietstocht. Ja, je moet misschien dingen reinigen, detoxen. Misschien een speciaal detox dieetje volgen. Ja, om je weer schoon te maken. Ja, de engel van helderziendheid. Misschien zie je steeds meer. Ben je meer dat je in verbinding staat met het universum. Ja, zie je al heel veel visioenen en beelden voor je. Ja, de engelen wil je daarbij helpen. Er staat ook, het is tijd om aan je helderziendheid te werken. Sta open om assistentie te krijgen, ja, van boven, van je engelen, hè. Je zult verbaasd zijn door al die beelden die aan je gepresenteerd worden. Al die symbolen en tekens. Ja, krijg je van al jouw spirituele gidsen, hè, jouw leraren. Ja, je kan dus ook gaan mediteren, dan kan je nog veel meer zien. Misschien krijg je ook wel heel veel dromen. Dus ja, je helderziendheid is waarschijnlijk aan het groeien, de connectie met boven. Dus dat is wel heel mooi dat je dat kan manifesteren, hè. Voor jezelf. Maar weet dat je straks ook andere dingen kan manifesteren. Dus, maar je moet even je emoties op een rit krijgen. Door dingen te verbranden. En zodat er nieuwe ideeën binnen kan komen. En angsten moet je overwinnen. Want je bent beschermd, staat er. Ja, en dingen die zwaar wegen, die moet je dus van je afgooien. Hè, zodat je wat lichter wordt. Want de vreugde komt er heus al aan, maar misschien duurt het eventjes. In ieder geval bedankt voor het kijken en like en tot de volgende keer. Fijne zondag. Doeg!
Oké, groep 2 van deze veer met die zwarte puntjes. Jullie hebben deze kaart. En dat is de kaart van communicatie. Waarschijnlijk moet je met iemand iets communiceren. Je gedachten en gevoelens. Ja, het is de bedoeling dat je die uit gaat spreken. Dus, en misschien heb je de moed nodig om de waarheid te vertellen tegen die persoon. In plaats om van alles voor jezelf te houden, uit angst dat je veroordeeld wordt of dat het conflicten geeft. Je kan ook meerdere personen zijn misschien met wie jij dus moet communiceren. Je moet je eigen eerlijke mening geven, zodat je de zwaarte die zich opbouwt in je gedachten en je lichaam los kan laten. Want dat geeft natuurlijk ook fysieke klachten, hè? Waarschijnlijk heb je wat belangrijks om te zeggen. Ja, schrijf je gevoelens op, spreek ze uit, wees eerlijk en respectvol. Nou, stel je voor dat je niet meer met die persoon kan praten of de omstandigheden niet kan praten, doe het dan briefjes verbranden. Dan raak je die gevoelens ook kwijt door te schrijven. Nou, je los je al heel veel dingen op. Soms ga je boeren, dan raak je het ook wat, gaat het al uit je lichaam. Dus, maar ja, wees eerlijk en respectvol. Eerlijke communicatie is de sleutel voor openingen. Maar ook om gezonde, harmonische leven te creëren voor jezelf. Hè? Dus ja, praten is heel belangrijk. Maar ja, als het niet lukt, dan moet je het maar schrijven. Hè? Als die persoon er niet voor open staat, of je ouders leven bijvoorbeeld niet meer. Dus ook, ik heb ook aan mijn ouders geschreven, zeg maar. Ja, iedereen die mij dus ja, het leven een beetje zuur gemaakt heeft. De pesters ook en alles. Ja, communiceer ook als je niet lukt, dan verbrand dan briefjes. Goed, de volgende kaart. Chakra Balancing Angel. Ja, misschien zijn je chakra's een beetje uit balans. Daar kan je meditaties voor doen. Misschien heb je moeite met praten met de keelchakra. Dus ja, dan kan je meditaties doen, logopedie, hè? Ik doe dat ook. masseren van je nek. Er staan ook allemaal oefeningen voor. En ja, dat is mijn probleem. En dat is mijn blokkade. Dus ja, er zijn ook allemaal oefeningen op YouTube die je kan doen voor de chakra's, de cleansen. Goed, laten we naar de volgende gaan. Angel of Channeling. Ja, misschien heb je al heel veel contact met het universum. Misschien is dat jouw je gave. Ja, bouw de bewustwording op met het universum op alle levels. Vertrouw op de begeleiding van boven. Het is tijd om iets met jouw channelgift te gaan doen. Dus dat is zich al ontwikkelen. Misschien is het al helemaal ontwikkeld. Jouw engel probeert je de juiste richting in te brengen, zodat je ook hiermee kan werken. Ja, misschien is het laatste duwtje voor jou. Verbind je via meditatie met je engelen. Ze willen je lessen en informatie met je delen. Dus ja, ga mediteren, zoek contact met je engelen, zodat jij kan channelen. Het alle goede binnen kan channelen. Misschien ook wel met kaarten werken en dan channelen tegelijk. Hè? Dus ja, je hebt die gaven waarschijnlijk. Dus maak er gebruik van. Om de mensen te helpen. Hè? Goed, camouflage. Ja, laat je zien. Hè? Misschien durf je eigenlijk niet zo goed te laten zien. Met je channelen. Ja, probeer alles uit te balanceren. Ja, misschien heb je moeite met praten. Misschien om te gaan channelen. Misschien om mensen te helpen. Maar ja, dan moet je ook even doorheen. Ik vond het eerst ook eng om met de kaarten en in beeld te komen. Dus, maar dat went vanzelf. Dat went vanzelf. Om tegen een camera aan te praten. Verstop je eigenlijk niet dus de gaven die je hebt. Het zou zonde zijn. Je gaat niet op het eilandje zitten. Je afsluiten. Maar ja, camouflage eilandje. Hè?
Dat is natuurlijk niet goed, hè? Ja, zie ik de maskers die je draagt. Ja, gooi dat af door te communiceren met mensen. Echt je waarheid te zeggen. Weg met jouw masker. Zodat die andere maskers ook van die andere mensen kunnen afvallen. Goed, jullie al deze kaart. En dat is van een soort fut. Het is een andere fut dan in Nederland. Maar het is van een soort fut-achtige vogel. Ja, geef aandacht aan je dreamtime. Dus in je slaap krijg je waarschijnlijk ook heel veel dingen door. Er komen heel veel boodschappen van begeleiding. Die drijven eigenlijk jouw leven binnen. Door channeling, door dromen, door tekens. Dus je wordt begeleid ook. Hè? Misschien begeleid om te gaan channelen. En deze veer, dat is van de uil. Je bent wijs. Ja, intuïtie is correct. Volg je innerlijke wijsheid. Zonder te falen. Without fail. Nee, je kan op je wijsheid vertrouwen. Ik denk dat je daar een beetje bang voor bent. Maar je bent wijs. Je kan dit gewoon. Je kan dit gewoon. Je intuïtie is correct. Vertrouw op je intuïtie. Hier staat boodschappen van gedachten. Je bent opgewonden voor een nieuw onderwerp of intellectueel project. Er is zoveel te leren voordat je klaar denkt te zijn om verder te gaan. Nieuwe informatie kan vragen om aanpassing van je plannen. Bekijk alle documenten zorgvuldig. Je kent, ontmoet of je bent iemand die graag leert en kennis deelt. Deze persoon is begaafd, oprecht, maar ook om genuanceerd en een beetje takloos. Ja, het kan zijn dat er iemand in je leven is die een beetje takloos is. Maar je bent wel iemand die graag kennis deelt. Dus je kan die wijsheid delen. En misschien ben je al een beetje ermee bezig. Hier staat een positieve verandering. Je hebt engelen, engelen hebben je gebeden gehoord. En hebben zich verenigd om wezenlijke en vreugdevolle veranderingen in je leven te creëren. Er komt beweging in de situatie en er is nu grote vooruitgang mogelijk. Misschien moet je snel beslissingen nemen, omdat alles plotseling in een stroomversnelling gaat. Of raakt, staat er, ja. Wees zelfverzekerd en vertrouw op de leiding die je ontvangt. Ja. Je kan channelen, dus je kan heel goed leiding ontvangen. Komen veranderingen, grote veranderingen. Loop je pad. Ja, als channelaar. Ja, divine timing. Ja, misschien duurt sommige dingen nog even, omdat jij nog even van dat eilandje af moet. En je misschien een beetje bang bent, je camoufleert. En ja, dat duurt misschien even. Maar loop wel je pad, hè. Ga wel je pad lopen. En vertrouw op je intuïtie, dat is heel belangrijk. En zorg dat je chakra's in balans zijn. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo groep 3 van deze veer, welkom. Zometeen laat ik zien van welke vogel dat was. Creativiteit. Ja, ga meer in de creativiteit zitten. Je kan ook creatief zijn, geestelijk creatief. Dat heb ik meer. Dat ik heel veel plannen heb en meer creatieve gedachtes. Dus ik kan heel veel nieuwe ideeën eigenlijk verzinnen. Ik ben wel meer creatief met de kaarten, dat wel. Maar het is niet zo dat ik een knutselaar ben of zo. Dat niet. Creativiteit is wel dat je tot rust komt. Dat is heel belangrijk. Je kan ook rust vinden door instrumenten gaan bespelen. Ja, of toch iets gaan schilderen. Of iets leuks wat je leuk vindt. Ga eens na bij jezelf. Wat vind ik leuk om te doen wat mij ontspanning geeft. Het is heel belangrijk in deze zware tijd om ontspanning te zoeken in dingen. Waar je creativiteit op los kan gooien.
desnoods kleien. Ja, van die, zelfhangende klei. Ja, gewoon iets leuks doen. Misschien iets leuks met, als je kinderen hebt, iets leuks met de kinderen doen. Op behang gaan schilderen, dat deed ik vroeger vaak. Ik vond schilderen geweldig vroeger. Echt hele behangrollen deed ik voor schilderen. Dus ga iets creatiefs doen. Er zijn best wel veel creatieve filmpjes op YouTube ook. Dus ja, het is heel goed om te ontspannen. Laten we kijken, de volgende. Engel van vriendschap. Ja, probeer met meer vriendinnen een keer meer af te spreken. Je mag natuurlijk niet zoveel tegelijk, maar ja, dan doe je het één op één. Gewoon iets leuks doen, hè. Te gaan picknicken, wandeling maken samen een fietstochtje doen. Misschien samen een dansje oefenen. Ja, je kan echt heel leuke dingen doen met vrienden, hè. Zoek gelijkgestemde vrienden. Misschien yoga, oefeningetjes. Ja, probeer iets leuks te doen met vriendinnen om je heen. En dit is... ja, dat is de kaart van Bullying Prevention Angel. Ja, je hebt misschien niet zo'n leuke ervaring met mensen om je heen. Deze engel die wil je helpen met mensen die jou pesten. Ik heb er ook mee te maken gehad. Dat mensen echt niet aardig waren. Zelfs op school en zo heb ik dat allemaal meegemaakt. Ja, de engel die zorgt voor je. Ik had altijd zoiets, een spreuk uit de Bijbel. Van als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn? En daarmee hield ik mijn eigen op de been. Want ik was toch anders als die andere meisjes. Ik keek toen helemaal niet naar jongens. Pas op latere leeftijd, ik liep een beetje achter. Ik zal maar zeggen dat ik toen ik in klas 6 had, speelde ik met kinderen van klas 3. Dus ja, ik was niet zoals die andere meisjes eigenlijk. Dus dan word je al gauw gepest. Ik had een beugel en een brilletje op. En ja, dan word je toch gauw uitgescholden. En ja, de engel die beschermt je. Die staat ook, even kijken wat er nog meer staat. Jouw engelen laat je weten dat ze je assisteren in je huidige situatie. Ze geven je kracht, begeleiding, begrip en bescherming tegen pestkoppen, roddelaars in je buurt. Het kan zijn dat die mensen dus jaloers zijn op je. Of ze voelen zichzelf onzeker. Ja, en dan gaan ze uit onzekerheid gaan ze jou plagen, pesten. De engelen zeggen, het ligt aan hun en niet aan jou. De engelen beschermen je in deze situatie. En vraag je engel je te helpen en om met iemand die je vertrouwd is om mee te praten. Ja, dat kan zijn een hele goede vriendin die jou snapt, die op gelijke frequentie zit met jou. Ja, zoek daar meer contact mee, hè, en ga die roddelaars uit de weg. Dit kan ook op je werk zijn. Dat is meestal ook niet altijd leuk. Ik heb dat ook ervaren. Dat mensen echt dingen verzinnen om jou maar naar beneden te halen. En dat is echt niet leuk om dat mee te maken. Dan gaan ze het helemaal verdraaien. Of ze verzinnen gewoon wat om jou naar beneden te trekken. Dus ik heb me lang staande gehouden. Tot op een gegeven moment dacht ik, nou is het klaar met mijn werk. Nou heb ik er echt schoon genoeg van. Dus ja, dat kan ook op je werkvloer zijn. Maar weet dat het universum achter je staat, jou beschermt. Dus zeg dan die zin van, als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn? Dat heeft mij ontzettend geholpen. Al mijn hele leven eigenlijk. Gewoon een tekst uit de Bijbel. Goed, laten we kijken wat dit is. Helpen van gedachten. Je leven staat op het punt een vlucht te nemen. Gebeurtenissen die in de wacht leken te staan, vagen ineens je volledige aandacht. Er is geen tijd om rustig na te denken. Je moet nu in actie komen. Bekijk de details zo goed als je kunt. Je kent, ontmoet of je bent iemand die snel verstand, met een snel verstand die onmiddellijk begrijpt wat er gedaan moet worden.
Wees persoonlijk en zelfverzekerd en als moedig, zoals zelfverzekerd als moedig. Ja, wees moedig. Misschien ken je ook een persoon die dat is. En anders ga je dit ook gewoon worden. Neem voor om gewoon moedig te zijn en vol zelfvertrouwen. Ik heb dat me ook, laat me niet meer over me lopen. Nou, ik durf nee te zeggen, wat ik ook de hele tijd niet dorst. Dus laat je niet gek maken door die mensen om je heen. Ontwijk ze zoveel mogelijk, ga er niet op in, ga niet toehappen. Dat moest ik ook leren. Dus helpen van overvloed. Hoewel je veel te doen hebt, is het van groot belang dat je eerst orde op zaken stelt. Zodra je planning rond is, kun je de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan. Je beschermengelen zijn altijd bij je en staan klaar om je te helpen. Deze kaart duidt op een bijzondere liefdevol en hartelijke, loyale vriend. Iemand met een groot hart, een goed verstand en eindeloos geduld. Die persoon zou jij kunnen zijn. Ja, heb ook geduld met jezelf, maar het kan ook zijn dat er iemand anders, een loyale vriend, op je pad komt. Ja, die met een groot hart en jou, ja, misschien ook gelukkig kan maken. Ja, geluk moet je natuurlijk ook zoeken in jezelf, hè. Maar dit kan een hele liefdevolle en hartelijke vriend zijn. Of vriendin natuurlijk, hè. Dus ligt eraan voor wie je kijkt. Je kijkt natuurlijk voor jezelf, maar wie er in je leven komt. Ja, breek jezelf open. Ga de weg naar verlichting. Sluit je hart niet af. Er komt misschien nieuwe energie in je leven binnen. Dus je mag hier doorheen gaan. Je mag de weg naar verlichting gaan. Ook al is dat zwaar. De weg naar verlichting is soms super zwaar. Maar vlieg naar oneindigheid. Je mag je horizon verruimen. En vliegen. Goed, laten we kijken. Deze veer. Dat is de condor. Ja, een condor is een vogel die heel hoog vliegt. Zie het vanuit de hoogte, jouw leven. Hè? Zie al je mogelijkheden. En over alle dingen die gebeurd zijn, alle belemmeringen, daar kan je overheen gaan vliegen. Alles wat in het verleden is gebeurd, daar mag je nu overheen vliegen. Dus hou je doel in ogen, hè? Het hoogste doel. Hold the highest vision for your life. Hou het hoogste doel in je leven. Laat je niet naar beneden halen. Die mensen die jou over jou roddelen, niet aardig zijn voor jou. Niet het beste met je voor. Maar zoek de liefde en vriendschap bij andere mensen die beter bij je passen. Die jou wel willen steunen. Dus vlieg over al die belemmeringen heen. Al die mensen die jou dus naar beneden willen halen. Dan krijgen we deze. Dat was de kaart die je gekozen had. Dat is een soort merel. Een Amerikaanse grondmerel is dit. En die ga ik even lezen. Deze vogel komt binnen om je goed nieuws te brengen. Je staat op het punt om een geweldig avontuur van zelfontdekking te gaan beleven. Deze ervaring kan verband houden met je spirituele pad, je intuïtie of een groter gevoel van zelfkennis. Het kan ook een ontplooiing zijn van je innerlijke creativiteit. Kijk, die ligt er al. En nieuwe projecten. Ben je klaar voor je volgende fase van ontwikkeling? Ga zingen en vliegen tegelijk. Ja, je mag heel veel nieuwe dingen gaan ontdekken. Je gaat echt nieuwe dingen ontdekken. Dus eigenlijk een beetje als de zonkaart. Goed nieuwskaart. Het is een, ook een gele vogel, hè. Ja, emoties loslaten. Dat mag je doen. Diep gewortelde angsten, pijnen. Je mag je allemaal loslaten. En ga in je paranormale kracht staan.
Ga op weg naar de verlichtingen en vlieg naar oneindigheid. Dus vind de kracht voor jezelf, hè, om dit allemaal te weerstaan, die mensen die jou dwars zitten. Goed, deze is een beetje langer geworden dan de andere. Dank je wel en tot de volgende keer. Doei!